Like de video alleen als jij niet bang bent. Zelfs geen 1%. Ik daag je uit. Ik ben de detective uit Break-in 2. Huh, maar Job, dit is het einde. Ja, dat klopt. Omdat ik iets wil checken. We weten hoe iedereen eruit ziet. Scary Larry, Scary Mary, de detective, Twaddo, Uncle Pete. We weten zelfs hoe de tweeling eruit ziet. Behalve de directeur. We zien namelijk alleen maar zijn ogen. En ik wil gaan kijken nu wij de detective zijn. Of wij het kantoor in kunnen van de directeur. Om te zien hoe die eruit ziet. Oh, ik kan het net niet zien. Kijk, ik zit achter de deur. Oh, wat? Ik ben de directeur. Nee, dat is niet waar. Kom op, we gaan het nog een keer proberen. Let's go. Oké, we zijn binnen. Hij is nergens te bekennen. Wacht, misschien heeft hij nog een soort van geheim kantoor hierachter zitten. Oh my gosh. Helaas niet. Maar ik denk dat ik weet hoe de directeur eruit ziet. En dit kan eng zijn. Oké, het moment is daar. En dit kan spannend zijn. Oh my gosh. Dit is hoe ik denk dat hij eruit ziet. Oké, weet je, ik wil het niet eens zien. En waarom? Nou, simpel. Kijk naar zijn ogen. Dit zijn dezelfde soort lichtgevende ogen als dat we zien. Aan het originele einde, wanneer Mary uit de kamer van de directeur loopt. Hij ziet er super creepy uit, ik weet het. Maar er is ook een andere theorie. Er zijn mensen die geloven dat de headmaster, de directeur dus, gewoon een schaduw is. Niet meer, niet minder. En daar zijn ook foto's van. Dus wat het echt is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wat ik wel weet, is dat wij de vorige keer onderzoek hebben gedaan. En dat we erachter zijn gekomen dat Scary Mary, Scary Larry, bestuurd worden. Die sleutel die hun scary maakt, dat gouden ding in hun rug, dat is waarschijnlijk wat de directeur gebruikt om ze mee te besturen. En dat zou dus kunnen betekenen dat Scary Mary en Larry eigenlijk helemaal niet slecht zijn. Maar dat ze geen keuze hebben. Ze worden bestuurd door dit hier. Of dat echt waar is, dat gaat waarschijnlijk nog op lijken in Break-in 3. Maar ik vind het altijd wel leuk om al een beetje te speculeren. En perfect. Ik ben er trouwens de vorige keer achter gekomen dat aan deze kant, waar je al die enge tekeningen hebt van Scary Larry en al dat soort dingen, kun je zien wat het allersterkste item is in elke ronde. Oh nee, sorry. Dit is wat Twaddo wil eten. Wat ik bedoelde zit hierachter. Ik denk dat ik weet wat ik ga doen. Eerst nog even alles meenemen. En laten we het dan ook gelijk maar eventjes eten. Met natuurlijk een appeltje voor de vitamintjes. Ik wil kijken of we vandaag zoveel mogelijk geheime plekken kunnen vinden. Ik denk dat we uit de map kunnen om te kijken welke vijanden er nu gemaakt worden voor Break-in 3. We hebben zoveel mogelijk cola nodig. Cola maakt ons namelijk sneller. Dus het eerste wat ik doe is heel deze machine leeghalen. Hupsakee. En het laatste colaatje. En laten we dan ook gelijk dit even doen. En oh ja, dat is wat ik dus net vertelde. Hier kun je zien wat het sterkste item is. Oké, duidelijk. Die gaan we dus nu proberen te krijgen. Even zien. Nou, deze is ook wel goed. Oké, daar gaan we. Zo snel mogelijk gaan wij op zoek naar wat we nog meer kunnen vinden. En een van de dingen die ik sowieso wil hebben, daarvoor moeten we dit hout hier slopen en oppassen voor de wind. Maar dat is de gouden appel. Kom op nou, kom op nou. Yes. Oké, we drinken snel een colaatje, zodat we hier snel naartoe kunnen. Drinken nog een colaatje. Hoe sterker je item, hoe makkelijker je hier doorheen komt. Yes, het is gelukt. Oké, de volgende, daar gaan we. Het is dus echt super belangrijk dat je goed oppast voor de wind. Want als je daardoor geraakt wordt, dan word je weer helemaal de andere kant op gegooid. Alleen dit laatste stukje is het lastigst, want de wind is er binnen no time. Maar als je het mij vraagt, is het wel helemaal waard. Daar komt het laatste beetje wind. En dan zijn wij onderweg naar de gouden appel. Misschien wel het zeldzaamste item. En als je die hebt gepakt, is de wind ineens weg. Laten wij snel deze kant op gaan. Het is namelijk altijd handig om zoiets als een pizza te hebben. Oh nee, snel. Oeh, ik was net op tijd. Want alle inbrekers in deze tweede wave zijn gearriveerd. Oké, deze hebben we in ieder geval allemaal verslagen. Alleen Uncle Pete, die kan nu niet meer meehelpen. Helaas, hij is duizelig. Ik wil toch nog proberen het sterkste item te krijgen. Perfect, die hebben we. En dat betekent een stukje pizza. Maar er is nog iets wat veel mensen niet weten. Een heel groot geheim gedeelte in Break-in 2. Er zit namelijk ergens een speler verstopt. En dat is buiten. En weet je wat? Als ik het zo vertel, geloof je het misschien niet. Dus ik zal het proberen te laten zien. Normaal gesproken staat hier natuurlijk een boom. Zoals je kunt zien. Die boom is omgehakt. En als je er dan langs loopt, heb je dit hier. Oh my gosh. We hebben hem gevonden, maar hij is super bang. Wacht even. Als we met hem praten. Oh, een andere speler heeft hem aangevallen. Maar kijk, we kunnen dus hier naar de overkant toe. En je vraagt je misschien af waar dit naartoe leidt. Nou, op dit moment helemaal niks. Want je moet bepaalde dingen eerder in het spel doen om hier de items van Scary Larry te laten spannen. Moet ik dat de volgende keer proberen? Want veel mensen weten hier dus helemaal niet van. Reageer dan ja, want ik vind het eigenlijk best wel zielig voor de speler. Wij eten er even wat koekjes bij. En oh nee, de pizzabaas. Waarom doet hij niks? Wacht, dat is raar. Oh, hij komt eraan. Misschien niet heel handig als ik hier blijf. Maar ik denk dat ik dan de volgende keer Uncle Pete wil zijn. Wanneer we die speler buiten proberen te helpen. Uncle Pete, die is al het langst in Breaking te vinden. Die weet het meeste. Ik bedoel, kijk naar hem. Maar eerst is het tijd voor de allerlaatste ronde. Het is trouwens ook best wel interessant dat er dus twee verschillende inbrekers zijn. Je hebt degene met een roos op hun masker. En dan heb je deze uit Breaking 1. We hebben alleen Uncle Pete. Geen detective en Twaddo. Maar dat maakt dus niet zo heel veel uit. Want een andere speler heeft dus alle items gevonden van Scary Larry. En die items, die zorgen ervoor dat je uiteindelijk het einde
vrienden krijgt. Met de Scary Larry robot. Je weet wel, die hele enge. Waarom zit hij alleen maar achter mij aan? Volgens mij doet hij dat, omdat wij de gouden appel hebben. Maar wij zijn niet bang. We hebben hem immers verslagen. En over de gouden appel gesproken. Alsjeblieft iedereen. Ik heb hem gegeten. En nu is iedereen weer geheeld. En oh ja, de pizzabaas. Maar die laat ik met rust vandaag. Maar denken jullie ook dat de directeur eruit ziet? Zoals wij er nu uitzien? Ik heb hem geprobeerd na te maken. Ik bedoel, we weten het natuurlijk niet zeker voordat we hem in Breaking 3 hebben gezien. En ik heb dit Scary Larry einde al een keer gespeeld. Dus vooral als je het hebt gemist, dit is hoe het ging. Dit is de kamer waar alle slechteriken de camera's in de gaten houden. Wat gebeurt daar allemaal? Deze deur is net open gegaan. Oh nee. Ik weet niet of ik daar wel in moet lopen. Maar ik ga erin lopen. En de battle is officieel begonnen. Oké, wacht. Deze kleine slechteriken, die kunnen we makkelijk inmaken. Maar daar hebben we... Oh nee. Scary Mary. Blijf weg van de lava. Oh nee. Nee, 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 nee. Ze komt naar beneden. Kom op, zo snel mogelijk. We gaan naar daartoe. We gaan naar daartoe. Kom op. Waarom gebeurt er niks? We vallen eraan. Maar haar hartjes blijven. Laten we dansen. Ik wist niet dat dit muziekles was. Oh nee. Kijk, nu wordt het extra lastig. Als spelers door haar geraakt worden, worden ze automatisch uit het spel geband. Dus dit is onze enige en laatste kans om Scary Mary in te maken. Oh nee. Oh, ze is moe. Ze is moe. Ze is moe. Kom op, kom op. Ja, er komt weer lava aan. En zij is daar rustig viool aan het spelen. Ik neem er een koekje bij. Kom op nou. Het moet alleen niet geraakt worden. En die kant op. En ze is duizelig. Yes, wij hebben het gedaan. Oh nee, er komt nu veel meer lava. Ze gaat nu zo snel, het is bijna niet bij te houden. Zodat we haar hopelijk een lesje kunnen... Wat? Ze heeft een half hartje. Ze zegt, oh, je dacht dat je me hebt verslagen. Maar dit was alleen maar een opwarmronde. Wat doe je daar nou weer mee? Een opwarmronde? Opwarmen voor wat? Wacht, wat? Ze hebben Scary Larry veranderd in een soort van mensrobot. Wacht eens even. De items. Wat gaat er mee gebeuren? Wat? We hebben hem? Wat hebben jullie gedaan? Want Scary Larry wil geen robot zijn. Scary Mary doet nog eventjes haar best om ons allemaal in te maken. Er is wel een speler afgegaan helaas. Oh nee. Wat gebeurt er? Volgens mij is het gelukt. Het is allemaal verpest. En je ziet letterlijk dat Scary Larry van robot weer in mens verandert. Achter het doek. Er zijn nog maar 3 spelers over. Ik ben ondertussen een colaatje aan het drinken. En een appeltje aan het eten. Ze gaat... naar beneden. Waarom willen jullie niet afgaan? Omdat ik geen zin heb. Oh, dit is zo lastig. Ga me nou niet vertellen dat ik het weer niet haal, hè. Ik blijf zo ver mogelijk van er vandaan, maar dat is vrij lastig, want ze is echt super, super sterk. Dit voelt bijna oneerlijk. Wacht, wat gebeurt er met haar? Is het moment dan toch eindelijk daar? Genoeg. Wat gaat er gebeuren? Wat? Nee. We hebben gewonnen, toch? Nee! 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 Scary Larry. Hoor je bij ons? Hij heeft haar tegengehouden. Yes! Het is gelukt. We hebben het gedaan. We hebben niet alleen het hele verhaal uitgespeeld. We hebben gewonnen. En we hebben het geheime einde gezien. Scary Larry is goed. Oh, dat had ik echt niet verwacht. En kijk, daarboven staat hij. Ik wil hem toch nog eventjes bedanken. Scary Larry. Dankjewel. Over 8 dagen komt ze terug. Bereid je voor. Oh kijk, ze zit hier letterlijk in de gevangenis. Maar dus over 8 dagen komt er iemand terug. Moet ik daar ook een video over maken? Laat het weten. Abonneer voor meer en adios.